Een hele goede dag iedereen. Welkom terug bij Zelda Breath of the Wild, aflevering 16 alweer. En fucking hell, weer is dat weer omgeslagen. Weet je wat we gewoon lekker snel gaan doen in deze aflevering? De tempel in. Want dat weer dat slaat continu om, het is weer bewolkt. Vet mooi zonneschijn, zo hadden we de outro van de vorige aflevering. Het was echt een strak blauwe lucht, het hele water was helemaal mooi. Ja, en nu is het gewoon weer bewolkt en rot weer. Ik weet niet of het heeft te maken met seizoenen of er seizoenen überhaupt in zitten, maar ik heb continu slecht weer. Het is echt vet irritant. Want dat zonnetje maakt de game zoveel mooier en het is echt continu best weer in mijn spel. In ieder geval welkom terug, aflevering 16. We duiken op dit best wel mysterieuze eilandje de tempel in en gaan dan zien wat we daar aantreffen. Vervolgens nog zat te doen, namelijk een tempel daarboven op de berg. Daar een best wel frappante rots waar een vogel op staat. Ik kan niet eens richten nu, waar is het? Niet daar. Het is... Waar de fuck is die rots? Die is gewoon weggerenderd. Oh, daar is hij. Kijk, die rots. Hoppa. Er vliegen allemaal vogels boven nu. Vogels. In ieder geval, we gaan snel de aflevering beginnen met de tempel. Welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support even showen door een like te droppen. En welkom terug bij deze epische let's play. Alright, de nieuwe tempel die in tegenstelling tot andere tempels er echt stuk anders uitziet. Het zal vast wel een moeilijke worden, joh. Onder de zee ook? Ik ben benieuwd. Oh jee. Oh jee, is dit de welbefaamde uit de video's? Ga ik dat überhaupt redden? Ik denk het niet. Ja, dit is de welbefaamde uit de video's. Ik denk niet eens dat ik dit ga redden. Ja, dit gaat 100% niet goed, man. Eens even choppen. Nou, ik heb deze shit nu een paar keer geprobeerd, maar ik kan net zo goed teruggaan. Ik kan echt net zo goed teruggaan. Want het is gewoon op dit moment in het spel bijna zonde van mijn items om dat allemaal te gaan verspillen aan één zo'n domme gast. Die me veel te makkelijk killt op dit moment. Ik moet echt gewoon nog oefenen en prioriteiten stellen en deze tempel bewaren. Ik kan hier nu, omdat ik hem heb ontdekt, altijd naartoe fast travelen. Daar ben ik heel blij mee en die kunnen we dan dus gewoon... onthouden. Wat we dus nu gaan doen is het vlot pakken. Al mijn items heb ik nu nog gewoon op zak. Daar ben ik blij mee. We gaan het vlot pakken en we gaan
eventjes wat eiland... Wow, wat is dat voor eiland dan? Is dit nou gewoon een... Er ligt echt een eiland dichtbij, zie je dat? En als je op de kaart kijkt, dan zie je gewoon dat je er niet heen kan. Of kan je er wel heen? Ja man, je kan er wel heen, damn. Oké, dat ook nog in ieder geval. En dan, als we dat eiland hebben ontdekt... Kijk, daar heb je ook nog eilandjes. Ik weet niet of daar nog wat interessants te vinden is. Daar zie ik wat interessants liggen. En dan hebben we nog dat punt daar. Ja, verschillende dingen te doen, man. Damn. Andere vlot is ook gewoon weg, valt me op. Het is 4:00 PM. Het wordt inmiddels weer wat mooier weertypje. Maar wat zou ik daar vinden dan? We hebben gewoon gelukkig opgeslagen. We kunnen nu altijd fast travelen naar die tempel. Kijk mijn snelheid, joh. Ja, welk vlot heeft ooit deze snelheid? Het Schemereiland. Hoppa. Ja joh. Aan degene die het eiland bezoekt, er staat met een beproeving te wachten. Nee. Altijd vertrouwd op diverse gereedschappen en verward met eigen kracht. Leg de gereedschappen nu neer en voltooi deze proef. Wat? Offer de juwelen op de 3 altaren om dit eiland de proef te voltooien. Oh man. Auw. Oh shit. Oh shit. What the fuck heb ik gedaan? Waarom ben ik hierheen gegaan? Ja joh. Bliksem slaat gewoon in naast dit ding. Wat is dit überhaupt voor monster? Boko drakenknots. Drakenboog. Oh jee man. Laat hem alsjeblieft lekker slapen. Oh, what the fuck? Oké, waar moet ik heen met die dingen? Ik heb 1 bal heb ik al gejat. Ik ga ook gewoon geregeld opslaan. Als het mogelijk is. Je kunt hier niet opslaan. Ah, dat is niet mogelijk. Ik heb in ieder geval wel een tijdige opslag dan, dat is wel goed. Misschien moeten we even rennen en killen. Ik ga het gewoon naar deze Boko Chappies gooien. Oké, ze gebruiken soldatenboog. Dit, Boko-boogje waarschijnlijk. Wat zit hierin?
ook soldatenbogen. Ik heb alleen pijlen nodig. Ja, hier, ik heb nul, man. Nul van alles. Kijk, het is nu al iets chiller. Ik heb in ieder geval deze ballen bij elkaar. Dan moet ik ze alleen naar de altaren brengen. Maar waar zijn die altaren? Dat weet ik zelf ook niet. Oké, knots kapot. Ook niet al te slim. Ik had zo'n goede knots. Ik heb nu alleen wel afstandspijlen. Oh shit, dit zit allemaal in de fik. Best lastig dit. Ik ben random op dit eiland aangekomen. Maar het is wel heel cool om te doen. Dus wat we doen. Dankjewel voor de bokoboog. We nemen die mee. En dan gaan we even kijken waar de pilaren zijn. De altaren waar ze geofferd moeten worden. Dat is het belangrijkste. Die moeten we nog zien te vinden. Hier niet, lijkt me. Oh, wat irritant zijn die dingen. Wat zijn dat voor rare jelly monsters, joh? Nou, bogen zat. Vet dom ook, bogen zat, maar geen pijlen. Daarnaast ben ik ook wel wat schaars in wapens. Even kijken, eten heb ik nu wel, want ik kan de krab eten. Thanks. Dit is ook fucking hinderlijk. Au. Hey, hey, nee, 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 nee. Wow, ze killde zichzelf ermee. Oh, op basis van dat kan ik mijn held wel weer aanvullen. Wat een sukkel, hé. Die heb ik dan ook weer. Die mag wel open. Dankjewel voor een zwaardje.
Jeetje, dit is echt overleven, hè? Dat is wel echt een leuke aflevering. Overleven op het eiland. Dan nemen we sowieso die. Die geeft aardig wat voedsel. Die geeft wat helpt erbij. Allemaal half, hè? Best wel weinig en schaars alsnog. Ik had toch wel verwacht dat er meer eten in zat, als je het zo zou zien. Maar allereerst een schildje ever waarschijnlijk. Een verroest schild. En op deze manier kan ik hier ook nog wat voedsel uithalen. Nou, ga ik weer. En ik kan niet opslaan. Een roeispaan. Oh, dat doet wel aardig wat op zich. Yo, hoe ga ik dit doen dan? Oké, dat is één, maar kan je me alsjeblieft vertellen waar de anderen zijn? Dit is echt gewoon een compleet partvullende challenge, tempel iets. Ik zei nog volgens mij ergens terug in de vorige aflevering van... We gaan vanaf Hateno avontuur op zoek naar wat items. Naar wat interessante locaties en dat soort dingen. Zwaardsnapper. Oké, dat zal wel. Nieuwe pijlen, cool. Oh shit, het wordt alweer laat. Het wordt weer gewoon weer nacht en verschrikkelijk weer, hè? Uh-oh. Ja, kijk, de tweede bal heb ik al gevonden. Het gaat nu nog om de tweede pressure plate. Oftewel de plaat waar de bal ook daadwerkelijk op moet. Slachtoffer van de bliksem, daar hebben we ook niks aan. Oké, we wachten tot de ochtend. The blood moon rises once again. Please be careful. Alle dingen en beesten zijn gereset. Betekent dat hij... Ja, hij heeft nieuwe wapens daardoor.
of niet? Nee, kut, zijn ketting niet. Nee! Oh, wat kut. Oh, wat kut. Hij is wakker geworden. Oh, wat kut. Come on, Dan. Waarschijnlijk is hier ergens de pressure plate. Oh, what the fuck is dit überhaupt voor plekkie? Wow, wow. Niet gooien met die, niet gooien met die. Dat is mijn ding. Leg hem erop, leg hem erop. Ja, ja. Yes, baby. Dat is de tweede. Oké, okay, hierna ben ik meteen weg. Peer hem daarna. Peer hem daarna. Appeltje, voedsel. Anders gaan we neer hier. De ontwijkfase is ook een move. De ontwijkfase is ook een move, Dan. Lekker man. Zo, die ligt er ook op. Poeh. Oké. Ik heb de pressure plate gevonden. Maar waar is de bal? Oh, daar is de bal. Oké. Oké, jongens, dit is meteen het einde van deze aflevering. Als dit lukt, is dit het einde van deze aflevering. Laten we het hopen. De laatste bal. Oké, we wachten tot de avond. Laat iedereen maar naar bed gaan. Oh shit, ik weet niet of ze allemaal zo rond blijven lopen of dat ze daadwerkelijk gaan slapen. Wat ik wel doe is even eten pakken. Ik heb namelijk gewoon gegrild wild en daarna is dit wel perfect. Awesome. Het is een fucking goede boog ook.
Ik heb maar 6 pijlen. So make every shot count. Dat is 1. Oké jongens, oké. Wow, shit! Op zijn eigen maat, zijn koppie. What the fuck, hij gaat gooien met zijn... What the fuck? Oh my god, is het me gelukt? Wat de hel was dit voor eilandje, hé? Alright, we leggen die laatste bal nu op. Oh, we hebben hem nog. Hoi. Oké, we leggen die laatste erop. En dan was dit echt een onverwacht moeilijk eiland. Dit had ik echt niet verwacht toen ik hier naartoe zou gaan, hoor. Even kijken. Zo gaat hij weg. Awesome. Alright, die leggen we erop. En wat behalen we dan deze aflevering? Aflevering 16 is een rare. Ah. En daar kunnen we dan naar binnen om onze loot op te halen. Zo, dat werd tijd. Dit was een best wel gestoorde tempelmissie. Wees welkom in de tempel. Ben benieuwd wat we daar binnen nog gaan krijgen dan. Ik heb al mijn spullen terug in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd. Dit had ik... Volgens mij heb ik dit best op in een vroeg stadium gedaan. Aflevering 16. We zitten nog echt eigenlijk aan het begin van de storytelling. En ik heb opeens... deze gestoorde tempel gedaan. Die andere lukte ook echt niet. Dat andere eilandje op zee. Daar ben ik bewust gewoon weggaan aan het begin van deze aflevering. We hebben het gewoon even laten zien, Sneepy. Van oké, dit is wat het gaat worden. Dit is hoe moeilijk het is. En dat kan ik nog niet met de wapens. Zo goed ben ik ook nog niet in het spel. Maar dit is dan godzijdank wel gelukt. We hoeven hier simpelweg alleen een kist op te halen nu. Wat?
Wat? Is dit het? Dit is letterlijk wat ik vrij speel. Dit is letterlijk wat ik vrij speel als ik gewoon wat stenen wegmine en die edelstenen weer verkoop. Nou, dankjewel hè. De heldenbol is het belangrijkst. Dat is waar ik het dan voornamelijk voor doe. Daar waar ik er nu alweer twee van heb. Nou, dankjewel man. Zo. Nou. Wat? Wat is dit? Hi. Oké, okay, deze vogel die zit gewoon te genieten van het geluid. Zou je ook niet één willen worden met de wind? Dat lijkt me wel wat. Ik denk dat we goede vrienden gaan worden. Je wordt mijn eerste Hyliaanse vriend. Ja hoor. Ah. We moeten zijn bewegingen nabootsen. Hij heeft het over verschillende typen wind. Ik moet door zoveel mogelijk ringen in de lucht vliegen. Het wordt een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Oh. Wat is dit nou voor gekke gast? Ah, what the fuck? Dit is wel best wel leuk. Hij raadt de route daar ginds aan. Soms loont het zich om een beetje rustig aan te doen. Je kunt je eigen weg gaan, waar de wind ook gaat. De wind zal je begroeten. What the fuck? Dit is echt super leuk, man. Ah, ik ging vet goed. Is mijn conditie op? Ik besef me nu dus dat als ik dit vaker wil doen en als ik veel meer, als een veel hogere score wil halen, moet ik mijn conditie veel hoger doen. Hey, ik heb helemaal geen bakken lucht gekocht, man. Ik heb gewoon nog niet genoeg conditie. Klootzak. Dank je de koekoek. Ja, ik probeer mijn best te doen de volgende keer, Mimo. Mag ik nu dan opslaan, midden in deze missie? Alsjeblieft. Ja, nou kan ik opslaan. Dankjewel voor het kijken naar deze episode 16 van Zelda Breath of the Wild. Volgende aflevering meer. Ik ben benieuwd wat de game dan voor ons in petto zal hebben. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende.